Ons verhaal begint in Ethiopië, bij een bijzonder creatieve ondernemer. Hier, in de hoofdstad Addis Ababa, woont de jonge Johannes. Hij is 25 jaar en wie met spoed een schaap of ram nodig heeft, kan altijd een beroep op hem doen. Hello. Hello, Javier. Salam no. Ah, Arif Nagar. Arif Nagar In Nederland zien we liever een filetje dan een hele kip. Het moet allemaal niet te herkenbaar zijn, dat vlees. Maar in Ethiopië is het heel gebruikelijk om zelf naar de markt te gaan, een lekker vlezig schaap uit te kiezen en die thuis te slachten. አሁን እኔ አዲስ አመት አሁን ደሞ ዛሬ ሰራለሁ ብዬ ማስበው ዋናው ስታደርስ ባላንስን መጠበቅ ያንተ ባላንስ አሁን ባላንስን ያስታል በጎ ላይ ስላለ ስለሚፈራገጥ ባላንስን ያስታል አው በአጋጣሚ ያው ስታስራቸው ወይም ስትሸከማቸው ሲጨንቃቸው አው ሰዳድኩኝ ኪሎሜትር በጣም 5 ኪሎሜትር 6 ኪሎሜትር ጓዛል ይዤ ግን በዛ ላይ በጣም ይከብዳል In Ethiopië is schapenvlees het voornaamste ingrediënt in het nationale gerecht injera. En de Ethiopiërs hebben hun schapen en rammen het liefst zo vers mogelijk. Verser dan Johannes het levert, krijg je het niet. ይሄንን ስራ በመስራቱ እኔ በጣም ተገርሜያለሁ አንደኛ ወጣት ነው ሁለተኛ ስራ ፈጣሪ ነው ሶስተኛ ሰዎች ንክኪ ሳያደርጉ ስጋ ማግኘት የሚችሉበትን ሁኔታ በመፍጠሩ እኔ ትልቅ አድናቆት አለኝ ወደፊት እቅዴ ደግሞ እንግዲህ በሳይክል ማዘል ነው እስካሁን ድረስ ከሳይክል ደግሞ ወደ መኪና ቢዝነስ ስለተወጪ